In Tuindorp Oostzaan trad deze dagen een gezelschap van 11 bekende Nederlandse artiesten aan tegen het Nederlands perselftal, waarin ook een van onze cineasten was opgesteld. In deze wedstrijd, die gehouden werd voor de door de watersnood getroffen Tuindorpse sportverenigingen, brachten de artiesten de bal aan het rollen en ze wisten er aardig mee te jongleren. Speel Ad van der Gijn van het cocktailtrio bouwde de aanval op, die leidde tot het eerste artiestendoelpunt, dat door Toby Rix werd gemaakt. De mannen van de pers wilden per se tonen dat ze niet alleen goed met de balpen overweg kunnen, maar ook met de bal. Spoedig brachten ze dan ook de stand in evenwicht. De artiesten hadden voor deze vertoning een bijzondere gast in hun midden, Anton Geesink, nummer 12. De beroemde judoka liet niet met zich spelen. Zonder dat hij de zevende heupworp hoefde toe te passen, was hij de pers tot 5 maal toe te glad af. Mede dankzij onze cameraman, die enige fraaie shots afleverde, slaagden de journalisten erin te winnen. Zij maakten 8 doelpunten, de artiesten 7 en de recette was 400 gulden voor de sporters van Tuindorp. Al bij al mooie cijfers. De onderzeedienst van de Koninklijke Marine kreeg de primeur van de 3-cylinder onderzeeboot, een van de markantste ontwerpen in de historie van onze scheepsbouw. Dankzij de commandant, kapitein ter zee Drijfhout van Hoof, konden wij er wat meer van aan de weet komen. De Koninklijke Marine krijgt thans de beschikking over 2 nieuwe onderzeeboten van een geheel afwijkend type. We hebben hier bij ons ingenieur Gunning, de ontwerper van dit nieuwe type, en die de Koninklijke Marine het volste vertrouwen heeft, die ons iets naders zal vertellen. Hier ziet u een boot van het nieuwe type, de 3-cylinderboot. We hebben niet 1, we hebben 3 cilinders. In de bovencilinder komen verblijven en dergelijke lichte zaken. De machinerieën komen beneden. Die zijn hier verder uit elkaar getrokken. We krijgen daardoor stabiliteit. We hebben geen ballast meer nodig. We kunnen dat gewicht gebruiken om de cilinders sterker te maken, zodat de boot dieper kan duiken. Als we dat nog even hier op het model bekijken, dan ziet u hier de deursnee. U ziet hier een volksverblijf. U ziet hier de zeer zware batterij. U ziet hier allerlei machinerieën. Hier op dit model zien we onder de zeer zware hoofdelektromotoren, de dieselmachines en weer de batterij. Terwijl we boven zien torpedobuizen, een volksverblijf, de kombuis, onderofficiersverblijven, een grote centrale waarin allerlei elektronische apparaten zijn opgesteld die veel ruimte vragen maar weinig gewicht. Hiervoor is het verblijf voor de officieren en tenslotte hiervoor nog weer een volksverblijf met de boegtorpedobuizen. De tweede onderzeeboot van dit type, de Zeehond, liep deze dagen van stapel bij de Rotterdamse droogtochtmaatschappij. Het is een zusterschip van de Dolfijn die enige tijd geleden te water werd gelaten. Soepel gleed de welgevormde Zeehond in zijn element. De Rotterdamse scheepsbouwers hadden alle reden trots te zijn op de revolutionaire 3-cylinder, bestemd voor de Koninklijke Marine. Elke ochtend weer is het in IJmuiden, onze grootste vissershaven, een drukte van belang. De mannen van de trawlers en de kotters leveren dan in hoog tempo hier hun vangsten af aan de visafslag en ook daar pakt men stevig aan. Van die aanvoer worden vaak steekproeven genomen door het Rijksinstituut voor Visserijonderzoek. Deze unieke instelling helpt op wetenschappelijke wijze bij het opsporen van de visgronden en probeert de visstand op peil te houden. De leeftijd van een vis kan men onder andere bepalen met behulp van de gehoorbeentjes, die in dit geval ontnomen werden aan een school. Nadat de beentjes zorgvuldig zijn geregistreerd, worden ze doorgelicht en zo kan de bioloog de leeftijd aan de weet komen. De betrokken school was 5 jaar. Scholen en andere vissen kunnen ook tot verschillende rassen behoren. Door het tellen van de vinstralen kan men erachter komen of een school behoort tot de soorten die leven in de noordelijke of in de zuidelijke wateren. Dit rassenonderzoek omvat verder het tellen van de wervels.
Ook vissen hebben voorkeur voor een bepaalde temperatuur van het water. Aan de onderzoekingen die op dit gebied worden gedaan, is nu een nieuwe proef met garnalen toegevoegd. Hierbij kwam men tot de ontdekking dat de garnaal zich het prettigst voelt in stromingen met een temperatuur van 14 tot 16 graden. Met die wetenschap zijn de garnalenvissers natuurlijk zeer gediend. Dit Rijksinstituut bewees daarmee opnieuw het grote nut van zijn onderzoekingen ten behoeve van de Nederlandse visserij. Dit oude boerderijtje in Amstelveen, dat plaats moet gaan maken voor nieuwbouw, was alleszins een bezoek waard. Hé meneer, wat is er van uw dienst? Dag meneer, we wilden graag even komen filmen. Zo, filmen. Ik persoonlijk hou niet van die poppenkast. Maar Jan Nelissen houdt wel van poppenkast. Hij bood ons graag de gelegenheid in zijn befaamde poppenstal een voorstelling bij te wonen, voordat zijn troep, het kleine wereldtoneel, een andere speelruimte in Amstelveen krijgt. En het geld dat ik heb, weten jullie wel hoeveel ontzettend veel geld ik wil hebben? Ik zal eens eventjes in die kist kijken, want daar zit geloof ik nog iets. Was er iemand, jongens? Oh, ik dacht verrempeld dat er iemand was. De politie? Oh, wat is dat? Mijn hemeltje nog toe. Zo, ga jij maar eens even met me mee. Zo, jongens, en daar komt Pietje Grijpraag aan. Stil hoor, rustig. Zo, tante Bel, ben je thuis? Bel Jeanette, ben je thuis? Ja. Oh, kijk eens. Wat zeggen jullie? Oh, nou, geen kom nou toch. Hé, hey, wat is dat, mijn hemeltje, daartoe? Wat was dat, jongens? En nou ga je met me mee, jongetje. Zo, en je komt voorlopig niet meer uit die kist. Zal ik hem meenemen naar het politiebureau, jongens? Ja, zeg, was dat even spannend, jongens? Dat was gewoon verschrikkelijk. Maar ik neem ze mee, hoor. Jullie hebben ja gezegd en ik doe het ook, hoor. Dag, hoor.